Dit was de stem van Britta Duyker, begeleid door een ensemble dat onder leiding staat van haar man Maurits Fonse, die ook de muziek schreef. Ontroert me tot in het diepst van mijn ziel dit lied. Tekst is van ongekende schoonheid. Hij is dan ook geschreven door een van de allergrootste in Nederland. De tekst is van Ivo de Wijs. Ja, ze stonden onlangs nog op het Volksspotpodium, Britta Maria en Maurits Fonse. En nu is er alweer een nieuw liedje verschenen, De Optocht. Op hun verzoek van tekst voorzien door Ivo de Wijs. Ivo, goedenavond. Ja, goedenavond, dag Helco. Dag Ivo. Zeg, kende jij Britta Maria al? Ja, ik had haar één keer ontmoet, voor de coronacrisis, kan je nagaan. Dus toen was er een feest, Ruud Bos, die was 60 jaar muzikant. Ja. En Maurits Fonse speelde daarbij op de piano, heel vaardig. En zijn vrouw, Britta Maria, was meegekomen. Toen hebben we bij elkaar de hand gedrukt. Toen vertelde ze dat ze wel eens wat van mij zong, maar dat leende ze dan van Jenny Arian. Zing dan en er rijdt een trein, dat soort nummers. Mm-hmm. Ja. En toen liet zij, denk ik, dan ook meteen merken dat ze die nummers mooi vond. Ik bedoel, ze vertelde dat, maar vroeg ze ook meteen een beetje zo omvloerst misschien van, zou je misschien eens wat nieuws voor mij willen schrijven? Of ging ze niet zo direct daarop in? Dat kwam later, want zij moesten ook even die verschrikkelijke crisis op zich in laten werken. Niet weten natuurlijk dat het een tijd zou worden van weinig optredens en veel improviseren. Dus het duurde nog even voor ze met dat verzoek kwamen van, zou je niet eens wat willen schrijven? En eigenlijk dat soort verzoeken bereiken mij zo vaak niet meer, dus ik ben maar eens gaan zitten. Ja, en op welke manier word je dan geïnspireerd door in dit geval die ene zangeres Britta Maria? Ja, ik heb haar natuurlijk, je kan in de media kan je haar wel vinden. Dus ik kon je haar horen zingen. Dus hoorde ik een beetje wat haar timbre was. Het is eigenlijk een chansonnière, minder dan een cabaret vedette. Het is een zangeres van mooie ronde liederen. En die moeten gaan over de liefde of het leven, zoals je weet. Hè? Ja, dus ja. Daar dacht ik, laten we dan maar zoiets eens maken. Het leven vangen in een optocht. En is het dan haar leven dat je gevangen hebt in die optocht? Nee, of het helemaal leven niet. Want ik ken haar leven eigenlijk helemaal niet. Ja, ik wist natuurlijk. Veel levens lopen een beetje op dezelfde manier natuurlijk. Je wordt geboren, je groeit op, je wordt verliefd, je gaat trouwen, je krijgt een kind. Zo gaan die dingen een beetje. Nee, dat is ook waar dat nummer wel over gaat. Maar het loopt onafwendbaar natuurlijk naar het einde toe. Ook daar is niks aan te doen. Ja, het is een vrij universele optocht wat dat betreft. Het is eindig. Ja, ja, en dan heb je zo'n tekst geschreven en Maurits Fonse heeft die tekst op muziek gezet. Dan gaat Britta het zingen. En dan is het, kan ik me voorstellen als tekstschrijver, toch ook weer even spannend. Van, wat is er met mijn tekst gebeurd? Is het nog mijn lied? Ja, maar ik wist dat dat wel goed zou komen. Je moet een beetje vertrouwen hebben. Ik ga niet maar voor iedereen schrijven. Ik dacht, dit loopt vast goed af. En dat was ook zo. Ja, het is goed afgelopen. Zit er meer in het vat als het gaat om jullie samenwerking? Ja, ik heb nog wat meer ingeleverd. Want als ik eenmaal ga zitten, dan schrijf ik gewoon krachtig door tot de onderkant van het papier bereikt is. En ze heeft dus nog wat meer op haar desk liggen. Maar ze viel vooral eerst op dit nummer over die optocht. En maar er liggen nog een paar andere teksten. Dus misschien komt er nog wat meer tevoorschijn. Ja. Maurits moet ook nog componeren. Kijken of hij daarmee uit de voeten komt. Dus dat ik wacht vol spanning af. Maar wellicht is dit dus het begin van meer van een voorstelling. Wellicht Britta Maria zingt Ivo de Wijs? Nou, daar weet ik ook niet over. Nee, dat lijkt me niet. Dat is te veel van het goede. Maar ze wil graag een nieuwe cd maken. En daar zou ze dan dit wel op willen zetten. Nou, dat lijkt me ook leuk. Nou, we gaan naar. Ik heb wel drees, maar ik vind het toch wel leuk als er nog wat binnenkomt af en toe. Ja, ja, je hebt gelijk, Ivo. Ik bedoel, en ik kan me voorstellen dat dat voor tekstschrijvers ook niet makkelijk is geweest het afgelopen jaar. Nou, nee, maar dit is sowieso voor tekstschrijvers. Er zijn er al niet zoveel. Maar het is, veel Nederlandse vocalisten willen ook helemaal niet voor een tekst betalen. Kijk, het Nederlands publiek denkt dat de teksten aan bomen groeien. Maar helaas denken sommige uitvoerende artiesten dat ook. Echt waar? Vragen mensen jou wel eens schrijf een tekst en oh ja, een flesje wijn is je deel? Het is nog gekker, Helco. Ik zeg, ja, dat wil ik wel voor u schrijven. Maar dat gaat u wel wat geld kosten. En dan zeggen ze, nou meneer de Wijs, dan wens ik u nog een prettige dag. Echt waar? Ja hoor. Ja. En er zitten bekende namen bij hoor.
Ja. Ja hoor. Die ga je niet prijsgeven. Nee, nu even niet. Nee, nee. In mijn memoires. Nou, ik kom in mijn memoires. Ik hoop dat die nog even op zich zullen laten wachten. Die memoires, Ivo, dat je gewoon veel mooie dingen blijft schrijven. Britta Maria heeft toch wel fatsoenlijk betaald, hè? Dat gaat zij nog doen, want ik heb de nota nog niet uitgestuurd. Oh, okay, maar dat, maar dat nemen, was van het eerste moment duidelijk. Daar werd niet moeilijk over gedaan. Nee. Laat ik er nou niet al te krentenwegerig overkomen. Ik lijk al een middenstander. Maar vooruit, het moest maar eens gezegd worden. Een kleine zelfstandig moet voor zichzelf en voor de zaak opkomen, toch? Ja, toch. Ja, het is inderdaad een lelijk misverstand dat teksten zomaar aan bomen groeien en dat je daar niks tegenover staat. Een timmerman koopt een hamer en een nijptang en wie wil zingen moet een tekst kopen. Zo is dat. En als het dan ook nog een mooie tekst is, dan is de koper helemaal spekkoper. En dat geldt voor Britta Maria, dat geldt voor Maurits Fonsen. Want samen zijn zij aan het werk gegaan met deze tekst van Ivo de Wijs, De Optocht. Ivo, dankjewel en tot een andere keer, hè? Maar tot genoegen, mijn jongen. Hoi. Bye bye. Het leven gaat voorbij. Ja, een tekst van Ivo de Wijs. Blij dat Ivo door blijft schrijven. Hè? Want natuurlijk jarenlang de lijfschrijver van Jasperine de Jong. En Jasperine treedt al heel lang niet meer op. Wauw, voor Jenny Arjan heeft hij natuurlijk voor heel Nederland heeft hij optredend Nederland heeft hij geschreven. Nu dus ook voor Britta Maria. Blijf doorschrijven, meneer de Wijs.